Now, many of you are familiar faces from our program yesterday. Zijn hier veel bekende gezichten van ons programma gisteren in Den Haag? It seems like the spring is finally coming. Het ziet er nou uit dat de lente uiteindelijk gaat komen, toch gaat komen. Just have to wait. We moeten nog een beetje wachten. Okay. So I thought we could start with a verse from chapter 7 of Bhagavad Gita. Dus wat we vandaag bespreken is een vers van hoofdstuk 7 van de Bhagavad Gita. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Knowledge of the absolute. De titel van deze hoofdstuk is kennis van het absolute. And the whole chapter discusses many topics related to this. Er zijn vele onderwerpen in het hoofdstuk die daarover gaan. Krishna in the beginning invites Arjuna to understand that he should listen to what he has to say. And by this he will become free. In het begin van het hoofdstuk zegt Krishna tegen Arjuna dat hij moet luisteren naar wat Krishna nu gaat zeggen en daardoor zal hij vrij worden van alles. And here toward the end, verse 27, Krishna is talking about our problem in this world. En hier bij ongeveer rond vers 27 bespreekt Krishna wat ons probleem in deze materiële wereld is. Iccha dvesha samuttena dvandva mohena bharata sarva bhutani sammoham sarge yanti parantapa. O Skyan of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities, arisen from desire and hate. De vertaling van deze vers is: O afstammeling van Bharat, o bedwinger van de vijand, alle levende wezens worden in verblinding geboren, verward door de dualiteiten die voortkomen uit verlangen en haat. So this is a kind of depressing statement. En dit is best een negatieve bijklank. We might get depressed by reading this. We worden er neergeslagen als we dit zo lezen. But it's stating the facts. Krishna is telling it like it is. Maar Krishna geeft het weer zoals het is. Het is zoals het is. It's a starting point for overcoming the problem that he's describing. En het is het beginpunt om alle problemen die hij nu gaat bespreken, die te overkomen. One interesting thing about this statement is that he says the condition is there from the very beginning, the condition of being in delusion. Het interessante van deze bewering van Krishna is dat hij zegt dat onze conditionering in deze materiële wereld er vanaf het begin al is. In the Christian tradition they have the idea of original sin. In de christelijke traditie bestaat er zoiets als de oorspronkelijke zonde. That we are all implicated in a original sin, which is usually associated with the story of Adam and Eve. Dat we eigenlijk vanaf het begin al de oorspronkelijke zonde begaan. Die begint met het verhaal van Adam en Eva. But there is a recognition there that there is a sort of inborn problem. Er is een soort herkenningspunt dat het een aangeboren probleem eigenlijk is. Here we might speak, rather than of original sin, we might speak of original ignorance. Hier kunnen we beter spreken van oorspronkelijke onwetendheid in plaats van oorspronkelijke zonde. Oorspronkelijke onwetendheid. as the sort of real situation in which we find ourselves from the very beginning. Eigenlijk de werkelijke situatie waarin we ons vanaf het begin bevinden.
And we have to, meaning if we are a little thoughtful people, have to recognize that this is a problem. Wij en daarmee wordt bedoeld alle mensen te erkennen dat dat het probleem is. And that there is a possibility of becoming free from this problem. En erkennen dat er een mogelijkheid is om bevrijd van deze probleem te worden. This possibility is quite radical. En deze mogelijkheid is best wel heftig, best wel radicaal. It's not something that our politicians tell us about. En dat is niet iets wat de politici in ons land ons allemaal vertellen. And so most of the time, most of us go along through life thinking, yes, this is life. Life is like that. De meeste mensen gaan door hun leven met de acceptatie dat dit is zoals het hoort. Dit is het leven. The Vedic scriptures tell us that we have a nature which is characterized by three things. De Vedische geschriften vertellen ons dat we een aard hebben dat door drie verschillende factoren bepaald wordt. One is in Sanskrit is called Sat Chit Ananda, eternity, knowledge and bliss. In Sanskriet wordt het Satchit Ananda genoemd, eeuwigheid, gelukzaligheid en kennis. You put the gelukzaligheid for the kennis. I'm sorry. That's okay. I'm Maybe sorry. It sounds better that way in Holland. I'm sorry, I'm translating after a long time, so I'm a little... No problem. Sorry. We're working through this together. So... this is, we could say, just the opposite of our present condition. En dit is in tegenstelling tot onze tegenwoordige toestand, hoe we nu zijn. Our present condition is not eternal, it is characterized by temporality. Onze huidige situatie is niet eeuwig, het is een tijdelijke situatie. And it's characterized by ignorance. En het wordt gekenmerkt door onwetendheid. And instead of bliss, it's characterized by its opposite, nirananda, the lack of bliss. En in tegenstelling tot gelukzalig zijn we dus zonder de bliss, zonder de gelukzaligheid. I was thinking about this morning each of these characteristics that we hear that in pure form we potentially have. En Prabhu zat vanochtend over deze, zat je daarna na te denken, over de karakteristieken die we nu hebben in tegenstelling tot de eeuwigheid, gelukzaligheid en kennis. And how much we long for these. En hoe graag we verlangen eigenlijk naar deze drie eigenschappen. It's obvious, of course, we all, with few exceptions, we pursue to live life as long as we can. En met een paar uitzonderingen willen we natuurlijk het leven volbrengen zoals... Zoveel mogelijk, zo ver als het maar kan. And what we might call continuity of our existence is very important to us. En de continuïteit van het bestaan, de voortgang van het leven is heel belangrijk voor ons. And despite all of our efforts in this, our intentions sooner or later are foiled. En ondanks al onze inspanningen op dit gebied worden onze pogingen toch... gestopt, geblokkeerd. Sometimes this effort to avoid death is met with ironic results. Deze poging om de dood te tegen te gaan wordt met ironic. Wordt met ironische results. Heeft het ironische gevolgen, brengt het met zich mee. Back in 2005, I was in London. I was attending one academic conference. In 2005 was Rowan in Londen, waar hij een academische wetenschappelijke conferentie bij woonde. Actually, the topic of the conference was Mahabharata. En het onderwerp van de conferentie was toevallig Mahabharata. And these were all Indologists from around the world. En het waren allemaal wetenschappers op het gebied van Indologie van de hele wereld bij elkaar. And just before the first session began, they had an announcement.
En net voordat de eerste sessie, de conferentie, zou beginnen, hadden ze een aankondiging. And the announcement was that there has been an act of terrorism in the London Underground. And we are going to delay the beginning of our conference. En de aankondiging was dat er een terreuraanslag net had plaatsgevonden in het metrogedeelte van Londen. En daardoor zou die conferentie dus met vertraging starten. So that, if you wish, you can contact your friends and relatives to reassure them that we are all okay, because they may be worried about you. Zodat mensen ruim de tijd zouden hebben om hun vrienden en dierbaren te bellen, om hen op de hoogte te brengen dat alles goed is met hen daar. So of course it was a very sad event. I believe some people were killed, and also there was simultaneously something in a bus, an explosion, that same time. Het was een hele trage gebeurtenis, want tegelijkertijd, er waren een aantal doden hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd vond er ook nog eens een busincident ergens daar in de buurt plaats. And one consequence of this event was that for some time afterwards, many people in London decided not to use the underground, but rather to use bicycles. En een gevolg van dit alles was dat veel mensen na dit incident ervoor kozen om de fiets te nemen in plaats van de metro in Londen. Which might in general be a good thing. Dat is zeker wel een goed iets. But it came out some time later that the number of deaths from accidents of bicycles in London increased as a result. Achteraf bleek dat als gevolg van dit alles het aantal doden op de fiets ook nog eens toenam in Londen door dit alles. So people who were trying to avoid a terrible terrorist attack, some were victimized otherwise, nonetheless. Dus desondanks mensen die een terroristische aanslag wilde voorkomen, zijn op een andere manier moesten ze eraan geloven. The first of these three principles, sat, eternity, I guess you could say the moral of the little story is there's nothing we can do ourselves to avoid the interruption of our lives. Dus in verband met het eerste principe waar we het net over hadden, de eeuwigheid, er is niets wat ons, wat deze. But. Go ahead. Ja, er is niets. Het wordt verbroken uiteindelijk, die eeuwigheid in deze materiële wereld. But the other point is, just see the tendency to continue life. This is the point I want to make. Maar je ziet toch de neiging van de mensen om te blijven voort willen leven, zie je heel sterk in ze terug. And this is hinting at the reality that the Vedas are suggesting, that we are actually eternal. En dit geeft een hint, een indicatie dat wij eeuwige zielen zijn die willen voort blijven leven. Now, what about knowledge? En nu over kennis. We all seek to know, to understand. From, very beginning of our lives. We willen allemaal vanaf het begin van ons leven willen we kennis, willen we dingen weten. Sometimes the information that we get, despite our best wishes for proper knowledge, is inaccurate. En ondanks al onze inspanningen is die kennis die we krijgen niet geheel, niet volledig. I just read this morning, one anthropologist was with a group of people on an island in North Venezuela. En Prabhu was vanochtend over een antropoloog die met een groep mensen in Noord-Venezuela was. And they were doing some sports. They were running up and down volcanoes or something, some crazy. En ze waren met een paar gekke dingen bezig, op en neer, op een vulkaan aan het heen en weer rennen. And then when they were all finished, then it was time to get the boat back to the mainland. En toen ze klaar waren, moesten ze de boot terug naar het vasteland nemen.
But the boat didn't come that was scheduled to come. En de boot die dus op de schema stond om te komen was niet gekomen. So then there was discussion, why didn't the boat come? When is the boat coming? Toen begon er een conversatie van waarom is de boot niet gekomen, wanneer zal die boot komen? And hour after hour, so much what we would call speculation went on about this boat, why it's not here, why it's coming, when it's coming, if it's coming. En uur na uur bleven mensen dus bespreken waarom is die boot niet gekomen, wanneer zal die komen, of die zal komen. And this anthropologist wrote afterwards his reflection about this phenomenon of all these people hearing rumors and then spreading the rumors. Even they themselves had no idea whether it was true or not. En de antropoloog gaf later zijn visie op dit alles, hoe mensen meningen hoorden en hoe ze dat doorvertelden, ook al hadden ze zelf geen enkele mening erover. Ze vertelden gewoon door wat ze hoorden. And he came to understand that all this was happening as an effort by these people who wanted to get off the island to have a feeling of reassurance and a sense of community. En hij gaf zijn mening dat het is omdat mensen een soort zekerheid wilden creëren. En daarom bespraken ze constant dit onderwerp. Dat gaf hem zekerheid. I think this is interesting. He was saying that they didn't know what was... He said they never found out actually what was going on with this boat, why it was delayed. En ze hebben er nooit kunnen achterkomen waarom die boot nou werkelijk vertraging had. But so much rumor was going on around the island about this boat. Maar zoveel geruchten gingen er ronde over die hele eiland, over die ene boot. So they were getting a kind of knowledge, but it was misinformation all the time. Ze kregen dus een bepaalde vorm van kennis die dus werkelijk geen kennis was. But the longing was for proper knowledge because they had a specific need to get off the island. Maar ze hadden dus een hevig verlangen naar werkelijke informatie, omdat ze dus van die eiland af wilden. In a similar way, one might say, we're all stranded. Op dezelfde manier kun je zeggen, zitten we ook op een eiland vast. And we've all fallen for the rumor that we can just settle here, where we're stranded. En we zijn allemaal het gerucht gaan geloven dat we hier ons kunnen vestigen, waar we dus eigenlijk per ongeluk zijn aangekomen. Somebody told us, no, it's okay, there's no getting off this island, you just stay here and be happy. Iemand zei, blijf maar lekker hier, je kan niet meer weg, weet je, wees hier gelukkig. And we believed it. En we zijn het gaan geloven. And then we tried to make community based on this false rumor. En zo hebben we geprobeerd een gemeenschap te starten onder het mom van dit valse gerucht. The ferry boat hasn't shown up, so we figure, well, maybe there is no ferry boat. De veerboot is niet aangekomen, dus misschien bestaat er niet zoiets als een veerboot. That's essentially the atheist idea. There is no boat. Dat is eigenlijk de atheïstische opvatting. Er is geen boot. Er bestaat niet een boot. There is no spiritual world. There is no God. Er is geen spirituele wereld. Er bestaat geen God. And that rumor then gets spread because we have to talk about something. En dat gerucht doet het zich dan de ronde, want we moeten toch iets bespreken. Iets bespreken. Iets. Such a nice word. Iets. Don't eat anything. Oh. Okay. Okay, then Ananda. En dan over gelukzaligheid. Ananda. Gelukzaligheid. Yes. Okay, here, in this context, is some interesting studies that was done of animals. In deze context is er een onderzoek naar dieren gedaan. It's been seen, actually it's not a new thing, but one author collected stories about animals who grieve. Het is niet iets nieuws, maar een onderzoeker had gekeken hoe dieren zich hoe hun verdriet uiten. Everyone knows that elephants will grieve for a fellow elephant's death. Vele mensen weten dat een olifant verdrietig zal worden als er een andere olifant van zijn groep
de dood vindt. Years ago I was in Edinburgh in Scotland and we went on a little tourist tour. Een jaar geleden was Prabhu in Schotland in Edinburgh en daar ging hij op een toeristische tour. In one place they took us by a one cemetery and they mentioned a famous grave in the cemetery. En ze werden meegenomen naar een bepaalde begraafplaats. They said that the person who had died at this place was attended by his dog for the next, I think they said, 14 years. En degene die dus daar gestorven was, die had een gezelschap van zijn hond voor 14 jaar bij zich. For the next 14 years, that dog lived at that cemetery, at that plot, just staying right there at that particular grave. Dus de hond heeft 14 jaar na de dood van zijn baas nog die plek op de begraafplaats bewaard, bij zijn baas gebleven. So we all have experience of grieving. If someone dear to us leaves the world, it is a great loss for us, and we experience it as a great pain. Dus we hebben allemaal de ervaring met verdriet. Als een dierbare ons verlaat, dan hebben we grote pijn ervan. So, we may reflect on this. What is the opposite of that? Dus we kunnen erover nadenken. Wat is het tegenovergestelde van dit alles? Well, we all have experience of joy. We weten wat vreugde is. Daar hebben we ervaring mee. Especially something nice happens which we don't expect. Vooral als iets leuks gebeurt en we verwachten het niet. Or there is some festivity that we feel uplifted by. Of er is een festival, een feest waar we ons door blij voelen. Just a couple of weeks ago in India was celebrated in addition, or on the same day as Gaur Purnima, they celebrate Holi. Een paar weken geleden in India op de verschijningsdag van Heer Chaitanya Mahaprabhu is het feest van Holi ook gevierd, dezelfde dag. Do you celebrate Holi here? Vieren jullie Holi in Nederland? Yeah. You throw colors all over the. Gooi jullie kleuren op elkaar zo in het wilde weg? Not so wild. Huh? Not so wild. Not so wild. Niet zo wild. Everything was there. Alles in kleine proporties. We restrain our ecstasy. We houden onze extase in bedwang. But this is a communal celebration of the joy of spring. Dus dit is een gemeenschappelijke viering van de komst van de lente. Which we understand Krishna also celebrates with his friends. En we hebben begrepen dat Krishna dit festival ook met zijn vrienden viert. So this celebration, where does this come from? The Vedas say Satchit Ananda. We have this within us. Dus deze vreugde in ons, Satchidananda, waar komt dat vandaan? Het zit in ons, inherent in ons. Now, all of these three aspects of the self point to what in English we would call, just very broadly, experience, personal experience. Deze drie aspecten van het zelf, Satchidananda, die wijzen naar ervaring. We hebben het ervaren. The Bhagavad Gita never uses a word that we could directly translate as experience. In Bhagavad Gita wordt er geen enkel woord gebruikt dat we direct kunnen vertalen als ervaring. But I discovered with some thinking that it actually talks a lot about experience. Maar met veel nadenken is Prabhu erachter gekomen dat het over heel veel eigenlijk, op heel veel plekken over experience, ervaring praat. And this thought came to me one time, I think it was toward the end of 2007, I was in Hong Kong. En die gedachte kwam bij Prabhu op aan het einde van 2007 toen hij in Hong Kong was. And I was invited to attend, to participate in a conference, the conference, an academic conference in Beijing. Hij werd uitgenodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijke conferentie in Peking, Beijing. And the theme of the conference was religious experience. Het thema van die conferentie was de religieuze ervaring. And I thought, well, maybe I can speak something on Bhagavad Gita.
En Prabhu dacht, misschien kan ik iets over de Bhagavad Gita daar spreken. So that's what I did. En dat is ook wat hij gedaan heeft. And the title of my essay was The Authority of Experience and the Experience of Authority. De titel van zijn lezing, van zijn essay, was De Autoriteit van de Ervaring en de Ervaring van de Autoriteit. Because as I reflected on Krishna's speaking in Bhagavad Gita, it seemed both of these ideas were always coming together, one way or another. Als je terugkijkt naar hoe Krishna in de Bhagavad Gita spreekt, dus je ziet deze termen constant heen en weer terugkomen. And I came to notice that there are three levels of experience described, or maybe four, in the Bhagavad Gita. En Prabhu zag dat er drie of zelfs vier lagen van ervaring worden besproken in de Bhagavad Gita. The first one is what's described in this verse that we have read. En de eerste is wat hier in deze eerste vers die we besproken hebben net. That we experience duality. Dat we dualiteit ervaren. We interpret the world constantly in terms of what is nice and what is not so nice. We geven interpretatie, betekenis aan wat fijn voor ons is en wat niet leuk voor ons is. Since we've been little tiny babies, we've been taking something that we like and rejecting something that we don't like. Sinds kleins af aan, sinds we baby waren, aanvaarden we dat wat leuk voor ons is en stoten we af wat niet leuk voor ons is. And that's been reinforced by our parents and then the whole society. En dat werd bekrachtigd door onze ouders en daarna de hele maatschappij. When the mother gives us milk and we accept, and the mother is very happy. Als de moeder ons melk geeft en we aanvaarden het, dan is de moeder heel blij. And daddy gives some toy and the child accepts. En papa geeft ons een speelgoed en we aanvaarden het. And the child smiles and laughs. En het kind begint te lachen en hij ervaart vreugde. Then the daddy is very happy. En papa is heel blij om dat te zien. Oh, my child is very intelligent. Mijn kind is heel verstandig, heel intelligent. He appreciates this toy that I have selected. Hij kan speelgoed waarderen wat ik hem gegeven heb. So we reinforce that. This is good, this is not good, this is good. Het wordt bekrachtigd. Wat je goed vindt, wat je afkeuring en je aanvaarding wordt bekrachtigd door de maatschappij. It's extremely deeply ingrained in our consciousness. Het wordt heel diep geworteld in het binnenste van ons bewustzijn. And that's why Bhagavad Gita is not, it's not exactly a bestseller. En Bhagavad Gita is niet bepaald een best verkopende boek. Because Krishna is urging his listeners, his readers, to get out of that kind of experiencing to a higher sort of experiencing. Omdat Krishna ons eigenlijk dwingt om vanaf deze conditionering naar een hoger vorm van bewustzijn, een hoger vorm van ervaring te gaan. And that higher level of experiencing doesn't really sound very attractive. Die hogere vorm van ervaring klinkt niet echt aantrekkelijk voor ons. Because Krishna, the next step up from this is what he calls samatva, the sense of equality. Not this is good, that is bad, but this is something and this is something else. Omdat de volgende fase is eigenlijk samatva, de fase van gelijkheid. Niet van dit is verkeerd en dit is goed, nee, maar alles is gelijk. That doesn't sound very exciting, does it? Dat klinkt niet erg opwindend en aantrekkelijk, nietwaar? It's like, well, everything's the same. Alles is hetzelfde. It might even sound a little impersonal for us who are so eager to say, I am not an impersonalist. Klinkt misschien zelfs voor ons een beetje impersonalistisch, een beetje onpersoonlijk. Voor mensen die niet onpersoonlijk willen zijn. But there's a lot of emphasis on this in the Bhagavad Gita. Maar in de Bhagavad Gita wordt dit wel degelijk heel erg benadrukt. As the symptom or the characteristic of someone who advances in yoga. Als een eigenschap van iemand die gevorderd raakt in yoga. Modern yoga emphasizes bodily flexibility and so on. Moderne yoga benadrukt lichamelijke flexibiliteit heel erg. But if these yoga studios would be advertising samatva.
als deze yoga studios nou gelijkheid zouden benadrukken. They would collapse. The business would collapse within a week. En zou die hele business, de hele zakenwereld van de yoga zou in elkaar storten binnen enkele weken. Fortunately, Krishna's message doesn't end there. Gelukkig eindigt Krishna's boodschap niet daar. Het gaat verder. In fact, already in chapter 6, he talks about how the advanced yogi experiences so much joy that he or she feels there's just nothing to compare to this. Want in hoofdstuk 6 beschrijft hij de yogi die zoveel vooruitgang heeft gemaakt dat hij een intense gelukzaligheid ervaart, dat er verder niks hogers dan dit is. Intense gelukzaligheid. Gelukzaligheid. I should learn at least one Dutch word today. Heit. Dank je wel. I should have learned this so many years ago. So, already in the sixth chapter, this is described. Dus dat komt al in het zesde hoofdstuk ter sprake. And now in the seventh chapter, Krishna goes a step further. En in de zevende hoofdstuk gaat hij een stap hoger. And he says, you know what? Those things which you take as part of just ordinary life. En hij zei, Krishna zegt, weet je wat? Alle dingen die je als vanzelfsprekend in het normale leven aanvaardt. The taste of water, the light of the sun, the sounds that we hear all day long. De smaak van water, het licht van de zon, de geluiden die je overdag gewoon hoort. If you just look at all of these things from a different, slightly different perspective. Als je dit alles vanuit een ander perspectief gewoon bekijkt. And see them as me, as Krishna. En daarin mij, Krishna, ziet. Then you will start to really experience yoga, the yoga of bhakti yoga. Dan zul je de werkelijke yoga, namelijk bhakti yoga, ervaren. So, as you probably know, most of you in any case, Krishna gives quite a few examples. Zoals de meeste van jullie wel weten, geeft Krishna een behoorlijk aantal voorbeelden hiervan. As I mentioned in this chapter, lots of familiar things. And then he points out how he is present in those familiar common things. En in deze hoofdstuk heel veel verschillende dingen en hij benadrukt hoe hij in deze dingen aanwezig is. So that's also a kind of experience, namely experiencing God in ordinary things. En dit is allemaal een ervaring, namelijk het ervaren van God in gewone alledaagse dingen. A lot of people talk about yes, I believe in God. I experience God in nature. Vele mensen zeggen, ja, ik geloof in God. Ik zie God in de natuur. Yeah, there was a big movement back in the late 18th, early 19th century called Romanticism. Er was een grote beweging eind jaren 80, begin jaren 90, namelijk het romanticisme. The romantics would all go out into the country and they would breathe the fresh air and look at nature and say, oh, how wonderful it is. This is God. Mensen gingen de natuur in en die ademden de lucht in en keken naar de natuur vol bewondering en zeiden, ja, dit is God. And nowadays, now that we're being so effective at trashing nature, this mood is coming back. En tegenwoordig zien we dat mensen de natuur naar beneden halen. Ze nemen het niet, nemen het op de koop toe. Deze beweging van toen, dat komt nu langzamerhand weer terug. But it's coming back with the idea that somehow we are going to control nature. So it's really much of the same problem that we started with here. Het komt terug op een negatieve manier, namelijk hoe we onze controle over de natuur kunnen uitoefenen. En dat is het probleem wat we hier eigenlijk in de Bhagavad Gita bespreken. Of course, the real point of all this that Krishna is coming to is there is another person, the Supreme Person, and he's the one who's the real experiencer.
Het punt wat Krishna hier wil maken is dat er een andere persoon is, de allerhoogste persoon, en hij is degene die werkelijk ervaart. And his experience is one of ananda, complete glutsaligkeit. Zijn ervaring is er eentje van complete vreugde, van gelukzaligheid. Oh, it may take a while. Which is ever expanding. En die gelukzaligheid breidt zich eeuwig uit. And which we can all participate in. En we kunnen daarin allemaal deelnemen. We actually already do participate in, but we kind of miss the point. Dat doen we eigenlijk al, maar we bevatten het niet. And why do we miss the point? Because we're so caught up in this is good, this is bad. I like this, I don't like that. En waarom kunnen we het niet bevatten? Is omdat we te veel in onszelf gekeerd zijn met wat is goed voor ons, wat is verkeerd, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. I like this person, I don't like that person. Ik mag die persoon en ik vind die persoon niet aardig. I like this political party, I don't like that political party. Die politieke partij vind ik wel goed en die andere vind ik niet goed. And on and on. En zo gaat het maar voort. Ad infinitum. Tot aan het einde toe. Ad infinitum, zoals in het Latijn zegt. So the Bhagavad Gita is about experience, but who is speaking the Gita is Krishna, and he is also claiming to be the supreme authority. Dus de Bhagavad Gita gaat over het ervaren. Krishna ervaart, en hij is degene die de allerhoogste autoriteit is. And that's why I titled my paper The Experience of Authority and the Authority of Experience. En daarom had Prabhu zijn essay de titel gegeven De autoriteit van de ervaring en de ervaring van de autoriteit. When we have some experience, we are the authority of that experience. We're the ones who can say, this is my experience. Als we iets ervaren, dan zijn wij in werkelijke zin de autoriteit van de ervaring. Wij ervaren het. But on the other side, when we hear Krishna say, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arisen from desire and hate, we have to recognize, actually, he knows more about this than I do. Als we Krishna horen dat hij zegt dat we in verblinding geboren zijn, verward door de dualiteiten die voortkomen uit verlangen en haat, dan moeten we accepteren dat hij degene is die werkelijk ervaart en alles weet. And that's why it just might be a good idea to read, to study, to try to comprehend Krishna's message. En daarom is het zeker wel een goed idee om Krishna's boodschap te leren begrijpen. Krishna's boodschap. Yes. And in this way, then we can experience the real thing, Satchit Ananda. We can, as they say in America, really get a life. En op die manier kunnen wij dan de werkelijke Satchit Ananda ervaren. Zoals in Engels zeggen, get a life is moeilijk te vertalen in Nederlands, maar het leven werkelijk leven. Leven werkelijk. Yes, get a life. Okay. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Does anyone have a further comment or is er misschien commentaar van iemand uit de zaal of heeft iemand een vraag? I'm sort of in and out. We're rushing through on our way back to Ramadesh, but it's very nice to be here. Prabhu zegt, ja, op weg eigenlijk terug naar Radhadesh. Het is heel fijn om hier te zijn. Dus als iemand commentaar wil geven, graag. Yes. Thank you very much. It was a beautiful lecture. You touched on this subject about the authority of the experience. Mm-hmm. And the experience of the authority. So a soul is part of Krishna. Is the soul then also an experience of Krishna? Or, I mean, do we have the authority to experience also? Or is Krishna the only authority that can experience? De vraag is, wat Prabhu het over de autoriteit van de ervaring en ervaring van de autoriteit had, kunnen wij als ziel, als een deel van Krishna ervaren? Of is Krishna eigenlijk de enige die kan ervaren als God? No, this is what I was just saying. We also
hold authority over our individual experience. We are the best ones to tell us, to tell someone how we feel. We don't ask somebody else, how do I feel? We know ourselves how we feel. Prabhu heeft net gezegd dat wij degene de autoriteit zijn over onze eigen ervaringen. Wij ervaren iets. Alleen wij kunnen dat weten. Een ander kan ons niet vertellen wat wij ervaren. Okay, so yeah, I understand that we as individuals we can only know our own experience, but Krishna knows all experiences. So yeah. He's the supreme authority of the experience, yes. Right? Yeah, we could say like that. yes, Prabhupada would often say like that. The difference between us and God is that we have experience of this body and God has experience of all bodies. Dus het verschil is dat God heeft ervaring. Hij weet wat alles wat in andere lichamen gebeurt en wij weten alleen wat in ons lichaam gebeurt omdat we individuen zijn. Yes. You have different states of consciousness. So you didn't know things, but there's also a state of duality. But in that state, people also have free will. Yeah, that's one thing what I want to say. And the other state is oneness. Oneness. Yeah, and that climbs upon duality. So you have free will, you have experience that this is nice, that's not nice. Yeah. You learn from that, and there comes a state of oneness, higher state, and then oneness and love, and then that's a higher state. Dus Prabhu zegt, je hebt de fase van de dualiteit, van je vindt bepaalde dingen fijn en andere niet, en dan heb je je vrije wil, maar dan heb je een volgende fase van bewustzijn, waar je één bent met God. Dan heb je niet meer vrije wil. Nee, dan heb je ook vrije wil, but then you can say, I choose you, or I make a choice, I see you as my authority. En dan je gaat overgave, wat is overgave? Surrender. Ja, yeah, surrender to. Overgave. Ja, dus overgave, but let's surrender to Krishna. How do you see that, that different states of... Dus oh, it's a big topic. De vraag is eigenlijk, als we ons overgeven aan Krishna, hoe moeten we dan die vrije wil zien? And my mind is not working very well right now dus because I had a wonderful lunch just before this and I'm sort of... Yeah, you said Belgium. I went to Belgium, I thought I would ask that before. Dat is dus een diep onderwerp. En yeah, dus the other question is, yesterday somebody asked a question to you. Huh? And I said, here Saitanya said the only way is chant the holy name. Yeah. And he said, I have other methods. But is the holy name the strongest thing for Kali Yuga or in the opposite of Kali Yuga? How is that? And you can get perfection for 9 ways. Yeah. But how does that verhouden to chant only the name of God from Kali Yuga to Cypher? Can we get a summary of your question in whole lines? For the others? Yeah. Ik denk dat ik wel weet wat u bedoelt. En Kali Yuga, u zei dus dat er zijn 9 verschillende manieren. Je hebt de chant van de Heilige Naam. Ja, dat is het sterkste om te zuiveren, maar daarnaast heb je ook het pad van perfectie of andere dingen doen. Ja, je hebt verschillende andere methodes. Ja, hoe verhoudt zich dat nou toe als iets goed voor je werkt ofzo? Of, Het is ingewikkelder. Everyone's on the edge first. So, certainly the emphasis in this, also the song we sang, is that the chanting of the Lord's names is particularly powerful, especially powerful in this age. We hebben eerder die bhajan gezongen en daarin wordt al benadrukt dat het chanten van de heilige naam van de Heer in het bijzonder krachtig is. Now you may say, okay, what about Dvapara Yuga? What about Treta Yuga? Dan kun je afvragen, en in andere tijdperken van Dwapara en Treta Yuga, hoe zat het dan? Well, one thing is, I wouldn't worry about it too much, because we're in Kali Yuga now. Maak je daar geen zorgen over, we zijn nu in Kali Yuga. But if you're still worried about this, you could try out chanting Hare Krishna in
Satya Yuga, Treta Yuga, and see how you feel. Als je het blijft afvragen, probeer het chanten van de heilige naam in Satya Yuga en Treta Yuga. En kijk hoe je dan voelt. Take the authority of your own experience. Why should I tell you? Wees autoriteit over je eigen ervaringen. Waarom probeer je alles vertellen? It is said that Satya Yuga is the time for meditation. Wordt gezegd dat Satya Yuga de tijd voor de meditatie is, geschikte tijd voor. But then what sort of meditation? We don't get any details that I know. Maar wat voor soort meditatie? Er worden verder geen specifieke dingen over verteld. So certainly one can meditate on the names of the Lord. That's a form of meditation. Dus we kunnen zeker mediteren op de heilige naam van God. Het is een vorm van meditatie. So suppose someone just really, really likes to serve other Vaishnavas. Some Vaishnava likes to serve other Vaishnavas. Stel dat iemand het heel mooi vindt om andere Vaishnavas toegewijden te dienen. That's called padasevanam. Dat wordt in het Sanskriet padasevanam genoemd. So we don't tell that person, forget about that, just chant Hare Krishna. We zeggen niet tegen zo'n persoon, vergeet dat en chant alleen heilige naam van God. No, we say, wonderful, chant, serve Vaishnavas. And by this service, you'll be able to chant very nicely. Nee, wat we dan doen is we moedigen hem aan en zeggen, ga door met je seva. En door deze seva zul je nog meer smaak voor het chanten van de heilige naam ontwikkelen. And by this, by nice chanting of Hare Krishna, you'll be able to serve Vaishnava. That's very nice. Door het goed chanten van de heilige namen zul je de toegewijden nog beter kunnen dienen. So, one way or another, everything is complementary. Dus op de een of andere manier vult het elkaar allemaal aan. We don't need to compartmentalize everything. We moeten niet in een hokjesgeest denken. And try to measure things by some mechanical means. Niet dingen afleggen door gespeculeerde mechanische methodes. You have a talent, you can use it and you can chant. Yes. When you have CDs, higher vermogens, you also can chant and use the als je Siddhis hebt, mystieke gaten, kan je het ook gebruiken in de heilige namen kanten. Yes, city of floating. Ja, je kan zo zweven in de lucht en heilige namen kanten. Chant and float. Ja, zweef en chant. Thank you all very much. It's been nice to be with you. Shri Rotterdam Yatra Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Sigourney Dai Ki Jai, Gaura Premanda Ki Jai, Hare Krishna Kshetra Prabhu Ki Jai.